Ja, dus nogmaals van het online webinar over cyberweerbaarheid. Heel even een korte introductie om jullie mee te nemen in het achterliggende kader van waaruit wij dit webinar organiseren. Nou, dat is natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, het bibliotheekconvenant en de netwerkagenda. Dat document, dat stuk waar wat wij met z'n allen hebben opgesteld als bibliotheeknetwerk en waarin we hebben toegezegd ons te gaan committeren de komende periode, de komende jaren aan 3 maatschappelijke opgaven. Dat zijn wel de geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. En dit thema online weerbaarheid, dat zal jullie niet verrassen, heeft natuurlijk vooral betrekking op de tweede maatschappelijke opgave, participatie in de informatiesamenleving. Vanuit deze opgave zijn bibliotheken natuurlijk al jaren, al ver van vooruit bibliotheekconvenant bezig en actief om zich in te zetten om alle burgers de kansen te bieden en te helpen om deel te nemen aan de steeds sneller ontwikkelende digitale informatiesamenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van basisvaardigheden en digitale inclusie. En sinds wat meer recent ook op het bredere vlak van digitaal burgerschap. Die opgave is er niet voor niets. Wij weten natuurlijk met z'n allen dat onze samenleving voor veel en soms ook steeds grotere uitdagingen komt te staan. Hoewel CBS-onderzoek, dat vrij recent is uitgevoerd, laat zien dat Nederland ten opzichte van andere Europese landen best wel voorop loopt. Het blijkt ook uit datzelfde onderzoek, maar ook uit heel veel andere onderzoeken, dat we ook nog steeds best wel te kampen hebben met vraagstukken en problematiek. Een hele grote groep in ons land is nog steeds niet digitaal basisvaardig, dus kan zich echt nog niet redden op een heel bazaal digitaal niveau. Maar ook voor alle andere bevolkingsgroepen is er nog heel veel winst te behalen. In het visual die je hier ziet is een stukje uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat recent is uitgevoerd, waarin verschillende categorieën van digitale competenties, zoals zij het noemen, worden onderscheiden. En dat onderzoek laat onder andere zien dat op al die competentievlakken er nog veel uitdagingen zijn, dat het verschillend competentieniveau heel erg kan verschillen naar leeftijd, het niveau. Maar dat er best nog wel wat winst te behalen is. En je ziet ook in deze visual, als je het goed kan lezen, dat het stukje online veiligheid en controle, de rode lijn, dat dat ook een belangrijk aandachtsgebied is. Zeker naarmate de leeftijd van mensen toeneemt. Nou, het kan jullie naast alle statistieken ook niet ontgaan zijn in alle media recent de afgelopen jaren dat online weerbaarheid een belangrijk thema is en cyberveiligheid. Een artikel uit NRC, een vrij groot artikel van het afgelopen weekend over bankfraude, wat steeds vaker voorkomt en heel heftige impact natuurlijk heeft op mensen die daarmee geconfronteerd worden. Identiteitsfraude, een vraagstuk wat steeds vaker voorkomt. Allerlei andere vormen van oplichting met een online oorsprong die daaraan ten grondslag ligt. Ook hele nieuwe vormen van cybercriminaliteit waarmee we in toenemende mate geconfronteerd zullen worden. Bijvoorbeeld als het gaat om de deepfakes. Diefstal van allerlei persoonlijke gegevens en wat daarmee gedaan wordt. Nou, vandaag stond er nog een uitgebreid bericht op de nieuwssite over een wereldwijde politieoperatie om cybercrime-netwerken tegen te gaan. Dus niet allerlei media-aandacht en ook uit onderzoeken blijkt dat het een groot probleem is. Dat er veel het slachtofferschap toeneemt als het gaat om cyberveiligheid. En dat ook de bezorgdheid onder Nederlanders niet onterecht toeneemt. Nou, wat een belangrijke notie is daarbij, cyberveiligheid heeft betrekking op ons allemaal. Het is voor ons allemaal belangrijk. We hebben vanuit onze historie heel veel aandacht altijd in onze mooie programma's voor digitale inclusie en de kwetsbare groepen in de samenleving die extra risico lopen om geconfronteerd te worden met de cybercriminaliteit. Maar het betreft ons eigenlijk allemaal, ook jou en mij. Wij allemaal lopen steeds meer risico om daarmee te maken te krijgen. Dus dat is een belangrijke notie en ook een uitnodiging doen we vandaag aan jullie om vanuit dat bredere perspectief en die brede doelgroepen met ons mee te denken van welke rol hebben bibliotheken nu nog en nog meer op dit vlak te spelen.
Wij zien dat die rol wel degelijk bestaat. We merken ook, wij, Stephanie en ik, wij hebben veel gesprekken met allerlei partners om ons heen. Wij zien in het landschap om ons heen dat het aantal initiatieven op het gebied van cyberweerbaarheid enorm aan het toenemen is. Dat er veel partijen zijn die zich ermee bezighouden. Dat er veel materialen worden ontwikkeld om mensen weerbaar te maken. En ook dat mensen steeds meer zien van, hey, de bibliotheek zou daar een hele mooie rol in kunnen spelen vanuit een maatschappelijke opgave. Dat vinden wij ook. Wij denken tegelijkertijd ook, hey, dat zouden we heel goed als netwerk samen kunnen en willen en misschien wel moeten doen. Dus we zijn heel erg benieuwd van, nou, hoe staan jullie daarin, jullie bibliotheken? Waar liggen jullie behoeftes? Waar zijn jullie al mee bezig? En dit webinar is dus ook bedoeld om al wat meer licht te schijnen op verschillende initiatieven die om ons heen aan het oppoppen zijn en ontstaan zijn, waarvan wij denken dat ze relevant en interessant zijn voor bibliotheken. En B, heel belangrijk ook om bij jullie op te halen van, hoe denken jullie dat we hier als netwerk een belangrijke volgende stap in zouden kunnen en moeten maken? Deze webinar is de eerste stap om dat te doen. De opening en de inleiding heb ik bij deze al gedaan. Wat gaan we verder nog doen? Dit komende ruime uur. Allereerst gaan we zometeen Joyce Kerstens het woord geven. Joyce is lector aan de Hogeschool Stende in Leeuwarden. En zij gaat ons meenemen in een verhaal over online weerbaarheid en de trends en de urgentie. Ook een beetje scherp stellen bij ons. Vervolgens stappen we naar Judith te Boekhorst. Die is werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. En zij, dat ministerie, is samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid dit jaar gestart met een campagne Laat je niet internappen. En zij gaan ons onder andere meenemen in de campagne en materiaal wat van daaruit is ontwikkeld. We gaan naar Colin van het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. En Monique Kromhout, die ons meenemen in een hele mooie cyberweerbaarheidstool voor helpers. Hoe kunnen bibliotheken die inzetten om mensen te helpen? Vervolgens springen we even naar Carola Oortwijn van Rijnbrink. Rijnbrink heeft vrij recent een hele mooie actiedag mede georganiseerd met de politie, getiteld Echt Niet Vandaag. Stephanie, mijn collega, gaat jullie even meenemen in de inspiratiegids die op dit moment wordt ontwikkeld om jullie te helpen wat meer inspiratie en toepassingsmogelijkheden te geven om zelf met het thema cyberweerbaarheid aan de slag te gaan. En het laatste half uur zullen we met elkaar wat meer interacteren en willen we graag bij jullie ophalen wat zijn jullie aan het doen en wat zijn jullie behoeftes op het vlak van online weerbaarheid. We zijn met een hele grote groep. Ik zei net al 150 aanmeldingen, dus daarmee kunnen we niet uitgebreid het gesprek in aangaan. Maar we hebben de tool Mentimeter ingericht om met een aantal, aan de hand van een aantal vragen jullie door wat informatie heen te sluizen en eens op te halen waar de behoeftes precies liggen. Daar wou ik het graag bij laten voor deze introductie. En ik wil heel graag het woord geven aan Joyce Kerstens. Joyce, ik had al aangegeven, is associate lector bij de NHL Stende Hogeschool. Ik ga mijn scherm stoppen en ik ga jou vragen, Joyce, om jouw eigen presentatie te starten en ons mee te nemen in het thema cyberweerbaarheid en de urgentie en de trends. Zou jij ook je camera aan willen zetten, Joyce, en je geluid, dan kunnen wij jou allemaal volgen. Ja, kun je mij nu zien en horen, Marjolein? Jazeker, dat kan ik. En je slides ook. Je moet alleen nog even de presentatiemodus aanzetten. Dan zien we. Ja, fantastisch. De floor is yours, Joyce. Iedereen zichtbaar en hoorbaar. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel Marjolein. Ik ben gevraagd om vandaag een introductie te geven op het thema cybercriminaliteit. Ik doe zelf al jarenlang onderzoek naar trends in criminaliteit. En wat je dan leert is dat zeg maar, criminaliteit is voortdurend aan verandering onderhevig. En de aard verandert en de omvang verandert van cybercrime. En je ziet aan de ene kant dat politie en justitie heel erg inzet om criminaliteit terug te dringen. En dat doen ze door repressie, door
veiligheidsmaatregelen, straffen. Maar er wordt ook ingezet op preventie, dus voorlichting, bewustwording, educatie, om mensen weerbaarder te maken. Dus er is een hele groep aan organisaties die het probeert om veiliger te maken. Aan de andere kant zie je die criminelen die steeds weer zoeken naar nieuwe manieren, nieuwe verdienmodellen om aan hun criminele geld te komen. Dat is een soort van rat race. Nou, als we dan kijken naar trends in criminaliteit, dan zien we bijvoorbeeld dat de bankoverval in de vorige eeuw heel vaak plaatsvond. Soms wel honderden bankovervallen per jaar. En vanaf medio jaren 90 komt het niet of nauwelijks meer voor. En nu is het eigenlijk een uitgestorven fenomeen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop banken hun diensten aanbieden. We zijn met z'n allen gaan internetbankieren. Er is niet of nauwelijks contant geld in bankfilialen. En dat betekent natuurlijk dat een bank overvallen is totaal niet rendabel voor een crimineel. Dus je zoekt naar andere manieren om je slag te slaan. Maar ook als we kijken naar andere vormen van criminaliteit, zien we dat vanaf medio jaren 90 criminaliteit enorm afneemt. En dat zijn eigenlijk op allerlei vlak. Dat wordt ook wel de crime drop genoemd. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat zien we ook in allemaal landen om ons heen. En de hamvraag is dan natuurlijk, hoe kunnen we dat verklaren? Is het nou echt veiliger geworden? Hebben al die maatregelen en al dat veiligheidsbeleid, hebben die geholpen? Of is er misschien iets anders aan de hand en is er sprake van een blinde vlek? Nou, je voelt het misschien al aankomen dat die crime drop ook heel erg begint in medio jaren 90. En dat is natuurlijk het moment waarop we met z'n allen internet zijn gaan gebruiken. Steeds meer met computers zijn gaan doen. Dat is op het werk. Zijn we steeds meer gebruik gaan maken van computers, maar natuurlijk ook privé. Onze bankzaken noemde ik al, maar ook het doen van aankopen, verkopen. Dat is allemaal gedigitaliseerd. Maar dat betekent dus eigenlijk dat criminelen, die hebben ook hun speelveld, hun werkterrein, hoe je het noemt, verplaatst van de offline wereld naar de online wereld. Alleen, we hadden geen idee van wat nou precies, hoe vaak dat gebeurde. Simpelweg omdat het gewoon niet geregistreerd werd. Het kwam niet in de politiestatistieken. En in de grote landelijke veiligheidsmonitor werden alleen maar vragen gesteld over traditionele criminaliteit. Dus we hadden eigenlijk geen idee hoe vaak cybercrime voorkwam. En pas in 2011, en dat komt uit mijn onderzoeksgroep, dus daar ben ik ook best trots op, is de allereerste landelijke meting geweest om zeg maar de omvang van cybercrime kaart te brengen. En uit dat onderzoek kwam naar voren dat 8%, dus bijna 1 op de 10 Nederlanders, te maken had met één of meer vormen van cybercrime. En Nederland werd wel vaker een beetje lacherig het land van de fietsendiefstal genoemd. We hadden in Nederland had ongeveer 4% van de mensen steeds te maken met fietsendiefstal. En in 2011 zagen we dus dat cybercrime 8%, dus 2 keer zo vaak voorkwam dan fietsendiefstal. En als we nu kijken naar de meest recente cijfers, dan zien we zelfs, dit zijn de cijfers van het CBS uit 2023, dat 16% slachtoffer is van cybercrime, ongeveer 1 op de 6 Nederlanders. 4% fietsendiefstal, dat is nog steeds hetzelfde. En wat is dan precies die cybercrime? Je kunt dat uiteenrafelen in allerlei verschillende vormen die op dit moment optreden. En dan zien we bovenaan het rijtje staan dat online oplichting en fraude veruit het meest voorkomt. Over 1 op de 10 Nederlanders heeft daarmee te maken gehad het afgelopen jaar.
Hekken komt ook voor, maar in wat mindere mate. En verder zien we, en dat is wel een groeiende vorm van criminaliteit, online bedreiging en intimidatie. Dat is nu ongeveer 1 op de 40 Nederlanders die ermee te maken heeft. Maar dat percentage loopt op. En zeker in bepaalde groepen mensen, politici om maar eens wat te noemen, daar vindt heel veel bedreiging en intimidatie plaats. Nou, wat kunnen we nu leren door al dat, van al dat trendonderzoek? Op de eerste plaats is er sprake van steeds meer cybercrime. Steeds meer Nederlanders worden slachtoffer van cybercrime. En het heeft ook best wel een impact. Je hebt zeg maar financiële schade, maar ook, en dat is zeker ook bij online intimidatie, zie je ook dat er echt sprake is van emotionele of psychische schade. Buiten dat het steeds vaker voorkomt, zien we ook dat er steeds nieuwe vormen van criminaliteit komen. Nou, Marjolein had het er net ook al over. Aan de ene kant zie je dat nou, wat we noemen traditionele criminaliteit, alhoewel dat heel erg kneuterig klinkt, maar vooral de offline criminaliteit bedoelen we dan, dat is gedigitaliseerd. Zo heb je bijvoorbeeld heling. Dat wordt nu online heling, of het belagen, het belaagd worden, stalking, dat gebeurt nu ook via internet, dan heet het cyberstalking. Dus je ziet zeg maar gedigitaliseerde vormen van criminaliteit die we al langer kenden, maar we zien ook nieuwe misdaden. En voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld ransomware. Dat houdt eigenlijk in dat hackers beslag leggen op jouw computer en daarmee ook jouw gegevens. En ze vragen vervolgens om een ransom, om losgeld, zodat jij weer toegang krijgt tot jouw computer en jouw data. Nou, dat kan individuen overkomen. Wellicht ook dat enkele van jullie er wel eens mee te maken heeft gehad. Maar het kan ook gebeuren bij instellingen. Bekende voorbeelden zijn de Universiteit van Twente. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat gemeenten, of de Universiteit van Maastricht bedoel ik. En van gemeente is het Hof van Twente. Die hadden ook te maken met ransomware. Waarbij de criminelen om €750.000 losgeld vroegen. Er is besloten om dat losgeld niet te betalen. En vervolgens hebben de hackers de virtuele servers vernield en ook alle data verwijderd. En dat heeft de gemeente uiteindelijk een schadepost opgeleverd van meer dan €4 miljoen. Dus zo'n ransomware aanval, dat is voor individuen, maar zeker ook voor instellingen, kan dat behoorlijk ingrijpend zijn. Een andere vorm, nieuwe vorm, dat zijn de zogenaamde IoT-hacks, Internet of Things. Het plaatje dat jullie zien van de traditionele hacker met het mutsje, de hoodie, voor een aquarium, dat is eigenlijk het plaatje van de moderne bankovervaller. Enkele jaren geleden hebben hackers via het aquarium van een casino, hebben ze toegang gekregen tot internet, tot alle data, en hebben ze zo slag kunnen slaan. Het aquarium was namelijk ook een zogenaamd Internet of Things apparaat. Was aangesloten op internet. Het licht werd automatisch geregeld. De temperatuur. Zelfs wanneer de vissen te eten kregen. En door het aquarium te hacken hebben dus criminelen het casino kunnen overvallen. Nou, zo zie je maar een hele geheel nieuwe modus operandi. Nou, wat is een derde conclusie die we kunnen trekken? De modus operandi van criminelen wordt ook steeds geraffineerder. Kijk, zeg maar een jaar of 10 geleden, als je dan een phishing mail kreeg, dan was dat vaak onbedoeld heel erg grappig, omdat het wemelde van de taalfouten en de kromme zinnen. Je had eigenlijk al vrijwel direct in de gaten dat het om oplichting ging. In ieder geval poging tot oplichting. Maar wat je nu ziet, is als je nu een phishing mail krijgt, dat het er gewoon heel erg echt uitziet. Wat regelmatig voorkomt, is dat bijvoorbeeld een mail wordt verstuurd.
En dan denk je dat het van het Centraal Justitieel Incassobureau komt, het CJIB. Met het logo erop, het taalgebruik komt helemaal overeen. U wordt geattendeerd op een nog uitstaande boete. En er wordt gezegd, als je niet snel betaalt, dan wordt het boetebedrag aanzienlijk verhoogd. Of er wordt zelfs gedreigd met een deurwaarder. En juist doordat er zo gepusht wordt, zijn mensen dan ook bereid om snel te betalen. Want het komt helemaal van een overheidsdienst. Dus die modus operandi die wordt steeds geraffineerder. En wat we daarnaast ook zien is dat er steeds meer nieuwe technologieën komen. Nou, we hadden het al eerder over artificiële intelligentie. We zien ook dat het op dit moment mogelijk is om aan de hand van een stemopname, dat hoeft maar 5 of 10 seconden te zijn, als je die opname hebt, kun je met AI vervolgens zo'n stem nabootsen. En dat klinkt dan ook heel natuurgetrouw. Wat criminelen nu vaak doen, is dat ze een telefoonnummer bellen, waarbij ze dus meteen een opname maken van de persoon die de telefoon opneemt. Ze houden die persoon enige tijd aan de lijn, hangen weer op met excuses, ik was verkeerd verbonden. En op basis van de audio-opname wordt vervolgens de stem van die persoon volledig nagebootst en ingezet om familieleden of kennissen op te lichten. Er is dus veel cybercrime en het wordt steeds geraffineerder. En het is natuurlijk ook de vraag welke kant het gaat het zich op ontwikkelen. Waar krijgen we de komende tijd mee te maken? Nou, ik wil een paar vormen even toelichten. Op de eerste plaats is dat het... Joyce, we gaan al in de tijd heel hard. Ik pak er een paar minuutjes aan, maar we moeten al naar een afrondingsfoto. Waar we al bang voor natuurlijk. Ik maak het kort. Het eerste is 3D-printing. Dus er kunnen gewoon wapens nagemaakt worden. Daarmee kun je zeg maar vluchthavens, de detectiepoortjes omzeilen. Je hebt geen serienummers, dus het is niet te traceren. De tweede uitdaging is natuurlijk die Internet of Things. Huishoudelijke apparaten, maar ook medische apparatuur, autonome voertuigen. Een aantal jaar geleden was er een filmpje van Frans Bromet over de mobiele telefoon. Iedereen was uitermate sceptisch. Tegenwoordig, als je studenten de straat op stuurt, ga vragen wat mensen denken over autonome voertuigen, dan denkt toch een meerderheid dat binnen 5 en 10 jaar dit werkelijkheid is. Maar dit soort apparaten zijn natuurlijk makkelijk te hacken door criminelen. Een andere uitdaging zijn de deepfakes. Je kunt veel makkelijker video's en afbeeldingen maken van personen. Het wordt steeds lastiger om oplichters te herkennen. Ik had hier nog een klein breinbreker momentje bij jullie voor ingebouwd, maar dat kan helaas niet. Wie is volgens u slachtoffer? Is dat juist de wat oudere dame die analoog is opgeleid? Of is het het jonge meisje? Of is het zelfs hele jonge kinderen die al swipend achter een iPad zitten? Nou, in dit geval heb ik u voor de gek gehouden, want dit zijn allemaal met AI gefabriceerde mensen. Dus geen van deze personen bestaat echt. Het is wel zo dat er is weinig verschil als het gaat over kwetsbare groepen tussen mannen en vrouwen. En we zien ook dat eerder, eigenlijk, het komt overal voor, Marjolein zei het al, maar dat eerder jonge mensen slachtoffer zijn. Waarschijnlijk ook omdat ze meer achter hun computer zitten, wat onbevangener zijn en alles aanklikken. Zijn vaker slachtoffer dan oudere mensen, die toch wel vaak wat voorzichtiger zijn online en ook wat, ja, misschien wat onzekerder. Grote cyberweerbaarheid, superbelangrijk. Daar moeten we ook zeker wat mee doen. Er is al veel, dus dat is mooi. Er zijn al veel websites, veel programma's, veiliginternet.nl, veel praktische tips, video's die je kunt bekijken. Er wordt stap voor stap meegenomen hoe je bijvoorbeeld 2-traps-verificatie kunt installeren voor je app of voor je account. Hele handige informatie. De fraude helpdesk, allerlei vormen van online oplichting. Marjolein had het al over de bunkbank, waar veel mensen zijn opgericht. Hier staat precies, hoe gaan de criminelen te werk? Wat kun je ervan leren? Hoe kun je het herkennen? Er is dus al heel veel. De
Het wordt de afronding, Stephanie. Het is natuurlijk waar het eigenlijk om gaat is, we hebben veel dingen al ontwikkeld om mensen weerbaarder te maken, om criminelen beter te kunnen herkennen. Maar je moet dat vervolgens ook bij de mensen zien te krijgen. En ik denk dat bibliotheken een hele belangrijke rol kunnen spelen als intermediair. Hoe dat precies vorm en inhoud gaat krijgen, daar gaan jullie het verder nu ook over hebben. Maar in ieder geval hiermee hoop ik dat ik jullie een beeld heb gegeven over cybercriminaliteit. En laat ik nu het woord aan de anderen. Nou stond mijn microfoon nog uit. Hartstikke bedankt Joyce voor deze inleiding op het thema. Dat was wat we nodig hadden om even in de stemming te komen, zeg maar, over dit onderwerp. We gaan nu eigenlijk door, hè. Dit was meer de inleiding, dus dank je wel. We gaan door naar een aantal voorbeelden van initiatieven waar we misschien wat mee zouden kunnen als bibliotheek. Maar wat dan precies en hoe kunnen we ons daardoor laten inspireren? En het eerste is de campagne Laat je niet internappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die ook daarbij een presentatie hebben gemaakt die we zouden kunnen gebruiken als bibliotheken. Dus ik geef het woord aan Judith te Boekhorst van het ministerie. En dan start jij ook zelf de presentatie op, zo niet. Ja, zeker. Ja. Dankjewel, Stephanie. Ik ben Judith, Judith de Boekhorst, communicatieadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ik ga jullie meenemen in de publiekscommunicatie cybercrimepreventie. En om te beginnen, voordat ik mijn presentatie ga starten, wil ik jullie eigenlijk een vraag stellen die jullie mogen beantwoorden door jullie virtuele hand op te steken. Die vind je in de bovenbalk. Zie je een handje met opsteken daaronder naast personen staan en naast reageren. En het is een klein experiment, dus ik ben heel benieuwd hoeveel reacties ik ga zien. Want er zijn zoveel mensen in deze webinar dat ik... We gaan het zien. En mijn vraag is of je wel eens slachtoffer bent geworden van cybercrime. Zoals phishing of hacking of identiteitsfraude. En dan ga ik heel even kijken of ik alles kan zien. Oh ja, oh top. Ik zie al heel wat reacties. Wacht nog heel eventjes. En dan start ik langzaam mijn presentatie op. Ik zie nu in totaal, even kijken, als ik me niet vergis, 14 handjes omhoog. Oh nee, wacht, ik zie er waarschijnlijk nog veel meer. Nee, ik zie 14 handen. Oké. Ik ga nu mijn presentatie met jullie delen, want even kijken. Oh, wacht, nee. Hier moet ik mijn presentatie delen met jullie. Even kijken, als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. En ja, helemaal goed. En de handen mogen weer weg, denk ik. Hè, ja, de handjes mogen weer naar beneden. Ja, was eventjes, ook wij zijn slachtoffers, hebben we hieruit. Ja, nou dat is ook niet zo heel gek. Want 2/3 van de mensen in Nederland krijgen dus jaarlijks te maken met cybercrime of een poging tot cybercrime. Of online fraude. Onder cybercrime kan je hacken van een account of het installeren van ransomware, waar Joyce het net over gehad heeft, onder verstaan. En onder online fraude wordt zowel WhatsApp-fraude en identiteitsfraude bedoeld. En nu dit zo'n groot probleem is, zijn wij als overheid natuurlijk, willen wij als overheid cybercrime tegengaan en cybersecurity versterken. Met als doel dat iedereen veilig en met vertrouwen mee kan doen aan de digitale samenleving. En daarom hebben wij dus ook publiekscommunicatie opgezet. Dus dit is ons maatschappelijk doel. De centrale boodschap in onze communicatie is, we weten dat veel mensen het internet gebruiken, dat het niet zonder risico's is en je zelf iets kan doen om de risico's te verminderen. En dan hebben we natuurlijk ook overkoepelend nog een aantal communicatiedoelen en doelgroepen. En de Rijksoverheid wil door middel van een meerjarige campagne Nederlanders vanaf 15 jaar die wel eens online zijn, helpen cybercrime te herkennen en te voorkomen door
het bewustzijn van cybercrime-risico's te vergroten en door het stimuleren van de te nemen maatregelen om de online veiligheid te vergroten. Dus dit is de introductie op de lopende campagnes, namelijk de campagne Laat je niet internetten, waarin de focus op het herkennen van online misleiding staat, zoals phishing, WhatsApp-fraude en identiteitsfraude. En daarnaast dubbel inloggen in twee stappen, namelijk de dubbel beveiligd is dubbel zo veilig campagne. En hier streven we met deze campagne ernaar dat meer mensen gebruik maken van tweestapsverificatie. Deze flight, de eerste flight van de dubbel beveiligd is dubbel zo veilig campagne, richt zich op ouderen. En om deze doelgroep te bereiken zijn er samenwerkingsverbanden met onder andere de Plus Magazine en het Max Magazine van Omroep Max ontstaan. Dus dat vind ik wel een leuk feitje, hoe je met je partners dus een doelgroep kunt bereiken. Misschien is het ook wel even handig om hierbij te vertellen wat het aandeel van BZK is en het aandeel van justitie en veiligheid. Ik moet natuurlijk het ministerie van Binnenlandse Zaken zeggen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet zich in voor alle Nederlanders om het digitaal bewustzijn te vergroten en cyberweerbaarheid te versterken. En justitie en veiligheid is betrokken vanuit de invalshoek om cybercrime te bestrijden en veiligheid te vergroten. Ik ga nu specifieker in op de campagne Laat je niet internetten. Deze dus. En ik start met de communicatiedoelen. Het is als volgt opgedeeld. In herkennen, een houding en het handelen die we willen, het handelen van mensen wat we willen stimuleren. We zien graag dat mensen de gevaren van online misleiding herkennen en het risico dat ze hiermee in aanraking komen verkleinen. We willen ook graag dat we weten dat het iedereen kan overkomen. Dus we willen hun laten realiseren dat het dus ook hen kan overkomen. Het is heel menselijk om hier in te trappen. Dat zagen we ook aan de bunk, aan het bunkverhaal. En dan een stukje handelen. Mensen voelen zich beter in staat om signalen van online misleiding te herkennen. Zoals ik net al zei, is de doelgroep Nederlanders van vanaf 15 jaar die wel eens online zijn. In het najaar van 2023 zijn we begonnen met de lancering van de campagne gericht op jongeren van 15 tot 34 jaar. En op termijn zullen we ook ons focussen op de middengroep en later op de ouderen. De paid content die zal dan in oktober starten, maar daar vertel ik jullie straks meer over. Op basis van gedragsonderzoeken hebben we ook een aantal strategische inzichten opgedaan. Zo blijkt het bijvoorbeeld dat het voor veel mensen lastig is om misleiding te herkennen en dus te voorkomen. En daarom laten we... Mag ik wat vragen? Ja. Ik zie ondertussen iemand een handje opsteken. We zitten in een krap tijdspad, dus ik wil de mensen vragen, echte dringende vragen, die kunnen die we misschien had ik tussendoor. Gemist. Ja, die kunnen we misschien tussendoor. Even kijken. Als u, plaats ze dan in de chat als vraag. Dat zou, het handje is nu weg, maar goed. Oh. Ik wilde vragen of de mensen, als je echt vragen hebt, zet ze dan in de chat. Dat is handig. En we komen aan het eind. Als we interactief met jullie gaan, komen we erop terug wat we met deze campagne zouden willen doen als bibliotheken. Dus we komen er ook later in het programma nog op terug. Dus als je nu vragen hebt voor jullie, zet ze even in de chat. Dan kan ik inbreken en jullie het hem voorleggen als het nodig is. En dan gaan we gauw weer door met het verhaal. Ja, super. De strategische inzichten. Mensen vinden het dus moeilijk om misleiding te herkennen en te voorkomen. En daarom laten we door deze campagne mensen weten dat je alert moet zijn, wanneer je alert moet zijn en wanneer en hoe je zelf dus kan voorkomen dat je slachtoffer wordt.
We hebben natuurlijk ook een creatieve rationaal. Dit is de inhoudelijke verantwoording waarop het hele creatieve concept rondom Laat je de campagne is ontwikkeld. En waar dus ook de middelen op gebaseerd zijn. Cybercriminelen doen zich dus voor als je dochter, als een bekende. Of adverteren in dit geval, of bellen jou namens de bank. En sluizen zo jouw geld weg. Het zijn personen die je denkt te kennen, die je nieuwsgierig kunnen maken of die autoriteit hebben. En op deze manier proberen ze je op te lichten. En dan is eigenlijk de slogan van onze campagne: als ze daadwerkelijk voor je neus staan, zou je er niet zo snel intrappen. Maar online is dat een stuk lastiger. We laten hiermee dus de cybercrimineel weten dat het we laten de cybercrimineel achter het misleidende berichtje zien. En zetten deze voor een vervreemd effect in de echte wereld. En op veiliginternet.nl vind je meer tips over hoe je misleiding kan herkennen. Deze linkjes die zullen ook in de chat gedeeld worden. Nu of in ieder geval na de presentatie sowieso. We hebben ook een hoofdboodschap en je raadt het al. Nou, dat is laat je niet internetten. Precies de naam van de campagne natuurlijk. En dan hebben we ook nog een handelingsperspectief. Namelijk check de afzender en bij twijfel klik weg. We gaan nu eventjes door de communicatiemiddelen die we hebben opgesteld. Op de website laat je niet internetten vind je naast de tips ook een toolkit van allerlei communicatiemiddelen die je kan bekijken en downloaden in allerlei verschillende soorten maten. En hier vind je dus ook relevante middelen voor de doelgroep, voor de middendoelgroep, namelijk die ze hier staan opgesomd. Ik wil er een viertal uitlichten waarvan ik denk dat deze relevant zijn of kunnen zijn voor de voor de bibliotheken. Namelijk de presentatie. Deze presentatie hebben we ontwikkeld voor de bibliotheken. Met als doel dat deze het liefst natuurlijk breed gedragen en gegeven zal worden door de bibliotheken. En waarom? Nou ja, de bibliotheek staat natuurlijk dicht bij de samenleving en is een plek waar mensen terecht kunnen voor allerlei vraagstukken, ook als het gaat om digitalisering. In deze presentatie hebben we rekening gehouden met begrijpelijke taal. Moeilijke woorden worden hierin uitgelegd. Signalen voor het herkennen van nepberichten worden uitgelegd. En wordt benadrukt dat het iedereen kan overkomen. En dat doen we aan de hand van een echt verhaal dat is opgenomen in de presentatie. Namelijk het verhaal van oud-politieagent Henk, die het dus ook is overkomen. Ook zit er een sterk interactief deel in de presentatie, waarbij we de opgedane kennis voorafgaand eigenlijk in de praktijk brengen door middel van de echt of nep quiz. En zijn er natuurlijk ook sprekersnotities in de presentatie opgenomen, waardoor je dus niet alles zelf hoeft te bedenken. En daar mag je natuurlijk geheel je eigen draai aan geven, maar dat is in ieder geval een leidraad voor hoe je het kan doen. We hebben een flyer waarin eigenlijk ook weer moeilijke termen worden uitgelegd. Hoe je netberichten kan herkennen en nogmaals wat je zelf kan doen. We hebben ook een boekenlegger ontwikkeld. Eigenlijk hetzelfde verhaal. En een poster die opgehangen kan worden. En het zou heel fijn zijn als jullie hier gebruik van kunnen en willen maken. Om onze communicatieboodschap nog verder te verspreiden en cybercrimepreventie tegen te gaan. Daar hebben we natuurlijk ook nog een planning. Hier zie je de planning. We zijn eigenlijk het hele jaar door bezig met communiceren. Met partners, via persmomenten, creatieve bureaus. En in het najaar zullen we ook weer betaalde media inzetten. En dat zie je hier in het donker gekleurde stuk. Daarnaast toont de planning ook dat we samenwerken met de NVB, de Fraude Helpdesk en het CCV bedoel ik, om onze boodschappen van de campagne te versterken. Even kijken, dan wil ik heel even Stephanie vragen hoeveel tijd we nog over hebben.
We zitten ruim aan de tijd. We zitten ruim. Ja, oh, ik zit er al overheen. Ja. Oké, want ik had namelijk nog wel iets leuks, maar dan, dat kan dan eventueel komt dat terug in de presentatie die jullie gestuurd hebben. Even kijken. Oh. Nou, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. En geef ik het woord weer aan Stephanie. Hartstikke bedankt, Judith. In de chat zijn al wat linkjes gedeeld. We krijgen de presentatie, gaan we delen, hè, die jullie hebben gemaakt voor de bibliotheek ook. Dus hartstikke bedankt voor de introductie op deze campagne. We schakelen heel gauw door, gaan we naar een heel ander onderwerp. Nou, niet een ander onderwerp, want het onderwerp blijft cyberweerbaarheid. Maar een andere inspirerende, bruikbaar instrument. De tool cyberweerbaarheid. Ik geef het woord aan Colin en Monique. En neem het van mij over. Ik mis nog geluid bij Colin. Ik denk dat Judith het scherm misschien nog gedeeld heeft. Nee, toch? Ik dacht het niet, namelijk. Nee, je stond in de spotlight. Ah, die heb ik er nu voor afgehaald. En we wachten even op Colin. Ja. En Monique. Hallo. Nu mee? Ja, Oké. Ja. Oké, hartstikke goed. Nou, Colin Voûté, net al even genoemd, is het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Wij helpen inderdaad ook om de publiekscampagnes, zoals net is gepresenteerd, om die verder het land in te brengen. Maar ik wil jullie eigenlijk vandaag, en dat zijn de helpers binnen de bibliotheek, meenemen in de tool cyberweerbaarheid. Deze hebben wij als CCV mogen ontwikkelen vanuit de Citigroup lokale weerbaarheid cybercrime. Dat is in het kort prachtig initiatief waarbij steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid eigenlijk innovatie mogelijk maken. En in dit geval dus eigenlijk om de lokale weerbaarheid cybercrime te vergroten. Wij hebben een tool mogen ontwikkelen en dat was in eerste instantie bedoeld voor de IDO-medewerkers. Maar de tool is inmiddels eigenlijk geschikt geraakt en geworden en zeker voor alle helpers binnen de bibliotheken. En nou, ik wil jullie daarin meenemen, want jullie helpers binnen de bibliotheek krijgen regelmatig vragen als het gaat om digitale overheidsstukken. Maar ik heb vernomen en ik weet zeker dat er ook steeds meer vragen binnenkomen eigenlijk over ja, cybercrime breed. Dus wat moet ik doen als mijn apparaat wordt gehackt, mijn telefoon, mijn tablet of mijn pc en dat soort zaken. Erover praten is natuurlijk één, maar het zien is natuurlijk eigenlijk veel beter. Dus ik zal even mijn scherm delen en dan laat ik jullie even kort wat zien. En Monique zit ook in de call en die zal ik zo meteen wat vragen voorleggen, want zij is van een bibliotheek, in dit geval Katwijk. En zij heeft ook meegedacht en meegedaan in de ontwikkeling van de tool. En daar komen we zo meteen even bij. Even kijken, scherm delen. Nou, dat gaat ook nog eens. Het is eigenlijk ook altijd wel fijn hè, dat het ook gewoon werkt. Nou, zoals jullie zien, het is een tool, cyberweerbaarheid. Nogmaals, dus in antwoorden als het gaat om vragen net even wat verder, dan help mij met, met het doen van een belastingaangifte. Wij hebben hem gecategoriseerd in fraude, online geweld en hacken. En het moet zeg maar de helpers binnen de bibliotheek helpen met het beantwoorden van de vragen die zij eventueel krijgen. Nou, laat ik een voorbeeld nemen. Nou, je krijgt iemand bij je in de bib en die vraagt van ja, wat moet ik nou doen? Mijn telefoon is gehackt of ik heb het vermoeden van. Nou, misschien weet je zelf ook niet alle antwoorden. Dan kun je dus de tool gebruiken. Ga je naar hacken. En dan zie je daar dus weer een categorie, een lijst, in dit geval drie. Oké, gaat het hier om bij de vraag stellen, is mijn account gehackt, is mijn apparaat gehackt of gaat het om ransomware? Nee, wacht even, het ging om apparaat gehackt. Klik daarop, kom je dus via de beslisboom, kom je hier terecht. Dan krijg je eerst als medewerker dus wat meer informatie. Waar hebben we het eigenlijk over? Dat kun je ook van tevoren eigenlijk al een keer lezen. Preventief, stel dat je de vraag ooit krijgt. Maar je kunt het ook gewoon ter plekke doornemen. En tijdens het gesprek dus met de vraag stellen, dan heb je aan de rechterzijde heb je dus echt zaken die je
ja, eigenlijk in de beantwoording kan meenemen. Dus we hopen dat we hiermee dan zoveel informatie geven aan de beantwoorder van de vraag, dat de vraagsteller gerustgesteld wordt, dan wel weet waar hij naartoe verwezen wordt. Nou, je ziet inderdaad, hoe voorkom je het hacken van een apparaat? Maar we praten ook echt van, ja, maar mijn apparaat is gehackt. En wat nu? En waar moet ik heen? En nou, je ziet het al, neem contact op met de politie. Verander je wachtwoorden. Gaat het om persoonsgegevens? Neem dan contact op met Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Wat we dus hebben gedaan, is een tool ontwikkeld die de vraagsteller uiteindelijk een hele hoop antwoorden zou moeten geven, die misschien nog niet in het hoofd zitten van die helper binnen de bibliotheek, maar dat hij, doordat hij gebruik maakt eigenlijk van deze tool, dat hij de antwoorden wel kan geven aan de vrager. Dus dat is de tool. Hacker heb ik even als voorbeeld genoemd, maar we hebben dus ook wat over fraude, online geweld en bij hulp, daar vind je onder andere een heleboel dingen waar het gaat om, ja, preventie. Hoe voorkom ik eigenlijk dat een en ander gebeurt? Dus we hebben een tool ontwikkeld die gaat helpen. En dat hopen we. En nu ga ik naar Monique. Om eigenlijk Monique te vragen van, nou, Monique, je hebt natuurlijk meegedacht, hè, als een van de bibliotheken in de denktank en in de totstandkoming van het product. Die tool, als je hem nu zo ziet, hè, de onderwerpen die we hebben gepakt, zijn dat ook echt de onderwerpen die naar voren komen bij jullie? Ja, met name dan omdat wij het publiek binnen hebben, bijvoorbeeld ook bij cursussen en zo, die zich ontzettend zorgen maken dat ze gehackt worden. En het mooie van deze tool is dat je als helper en als cursusleider, met name die wil ik ook noemen, hè, die de digitale cursussen geven, moet je die hele tool gewoon eens op een regenachtige zondagmiddag doorlezen. Want het mooie is, alles staat bij elkaar. Het komt bij ons niet veel voor. Dus één keer gebeurt wel dat iemand echt tijdens de oplichting kwam, dat op het moment dat het gebeurde. Maar heel veel mensen zijn potentiële slachtoffers voor oplichting. Ze hebben geen codes op hun telefoon of op hun computer. Wat ook heel belangrijk is, dat mensen denken dat ze overal braaf antwoord op moeten geven. Ja, maar er wordt hier gevraagd wat mijn BSN is. En het is toch van de gemeente. Dat soort dingen allemaal. En omdat alles bij elkaar staat in deze tool, is het gewoon heel handig om die, ja, in je achterhoofd te hebben van daar moet ik mensen op attenderen en zo. Natuurlijk komen ook situaties voor van dat er op dit moment een probleem is. Maar dat andere aspect, dat je alles bij elkaar hebt en alles gewoon in je achterhoofd kunt hebben, is en voor cursussen en hulpverlening kunt gebruiken, dat vind ik zelf het allermooiste van deze tool. En ik heb het bij mijn IDO-mensen, ik heb 10 mensen die in het IDO meewerken, heb ik het laten zien. En die vonden dat allemaal ook. Dus daar is het heel handig voor. Kijk, dus eigenlijk misschien nog niet eens in de toepasbaarheid bij dan wanneer je de vraag krijgt, maar al een soort van als basiskennis is het sowieso al, ja, handig dat. Kijk, en als je nu naar de onderwerpen kijkt, mis je dan nog zaken? Nou, veel gedragsdingen. Dus dat mensen, het is heel compleet, maar ik zou nog, toen vanmorgen nog even zat te kijken, dacht ik, ja, gedragsdingen, dat mensen gewaarschuwd worden voor, je hoeft niet bijvoorbeeld altijd antwoord te geven. Je hoeft niet altijd eerlijk te zeggen wanneer je geboortedatum is. Als je een pen bij bol.com koopt, dan hoeft dat helemaal niet. En dat vinden mensen, met name ouderen, vinden dat heel raar. Want die zeggen, ja, maar ik ga toch niet zitten liegen. Ik zeg, nou, ik wel. Dus dat geeft dan vaak hele nieuwe ideeën. En ook vooral met beveiliging van apparaten. Dat wordt heel goed uitgelegd. En je vroeg, wat mis jij? Maar dat missen mensen in ieder geval. Deze kennis daarvan.
Top. Dus ik hoor je zeggen, hè, toepasbaar en we missen nog iets. Maar goed, dat kan dus aangevuld worden. Dat is het mooie. Hè? Dus ook stel dat er nu mensen mee zitten te luisteren en te kijken. Die hebben zoiets van, nou ja, dat zou ik er ook nog wel in willen hebben. Nou, dat kan. Het is voor iedereen beschikbaar. Dus dat is ook wel mooi. Ook voor niet-helpers binnen de bibliotheek. Dus dat is ook wel fijn. Dus doe er vooral je voordeel mee. En Monique, heb je nog een laatste ding, zeg maar, voor de andere bibliotheken, wat je ze mee wil geven aan ja. Ja, lees het en gebruik het bij je cursussen en gebruik het als er iemand bij het IDO komt met een onbeveilig apparaat en gebruik je kennis daarvoor. Top. Nou, dankjewel. Dan zijn we gelijk aan het einde gekomen van dit onderwerp. Tools cyberweerbaarheid. En we zorgen ervoor en jullie ook voor de vindbaarheid ervan. Want dat is natuurlijk ook wel van belang. Hartstikke bedankt Colin en Monique. Heel helder. En fijn dat deze tool er is. En we gaan hem inderdaad voor iedereen ter beschikking stellen. En ook hier kan natuurlijk op gereageerd worden straks. En kunnen later ook aanvullingen verzamelen. Dat is wat Colin ook zegt. Hij kan gewoon doorontwikkeld worden. Dat is het fijne. We zitten in een razend tempo. En we gaan gewoon door naar het volgende onderwerp. Carola, ben je er? Carola neemt ons mee in de actiedag die geweest is. En hoe de bibliotheken daar een rol in hebben gespeeld. Carola, ik geef jou het woord. Yes, ik ben er. En als het goed is heb ik ook mijn presentatie gedeeld. Denk ja, hij staat nog niet op presenteermodus. Oh ja. Altijd even weer. Ja. Nu ja, wel, hè? Ja, helemaal goed. Oké, dat is hartstikke fijn. Nu moet ik nog even zelf op een knopje drukken. Ik ben gevraagd. Goedemiddag allemaal. Ik ben gevraagd om in dit fantastisch webinar, wat georganiseerd wordt voor de bibliotheeksector, een sector waar ik al jarenlang in werk, om dus kort jullie te informeren over de actiedag Echt Niet Vandaag, als een soort intermezzo. Nou, eerst even kort. Ik werk bij Rijnbrink, een provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken en culturele instellingen. We zetten ons samen met het bibliotheeknetwerk al jaren in voor de vaardig en weerbare informatiesamenleving. Door actief te werken aan programma's zoals digitale geletterdheid, digitaal burgerschap en baasvaardigheden voor volwassenen. Een slim, vaardig en creatief Gelderland en Overijssel, dat is waar we voor staan. Nou, gelukkig heb ik al een beetje gekeken naar wie zijn er allemaal. En best wel veel mensen ook uit ons werkgebied. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Ik laat jullie zo eerst even een aftermovie zien van de actiedag. Want ja, beeld zegt altijd meer dan woorden of wat ik daarover kan kwijt kan. En vervolgens zoom ik dan in op de acties en de activiteiten vanuit het bibliotheeksperspectief. Ga ik hem nu starten. Carola, je hebt je filmpje niet gedeeld met geluid, dus wij kunnen dat niet horen. Als jij je presentatie deelt, moet je hem even delen met geluid. Oh, wat heerlijk dit. Ja. Ja. Nou, zal ik er dan maar gewoon eens eventjes wat over vertellen? Dat kan ook natuurlijk. Ja, jij doet het maar. Dan, we geven het filmpje gewoon. Het is jammer, want het is een hartstikke leuk filmpje, maar... neem ons maar gewoon mee in de dag en hoe jullie het aangepakt hebben. Precies, dan hebben jullie nog mooi wat te snoepen aan het eind. Als je denkt van, nou, wat ga ik nog met de rest van mijn werkdag doen? Dus ik zal hem zo wel even in de chat zetten. Nou, wat we gedaan hebben samen met de politie, nou ja, de politie Oost-Nederland, die hebben het gedaan in eerste instantie. Wat ze hebben gezien is dat er dus gemiddeld 23 slachtoffers zijn per dag van digitale criminaliteit. Dat is hartstikke veel. Dat is gemiddeld 600 mensen per dag. Nou ja, de voorgangers hebben ook al aangegeven dat ontzettend veel aan de hand is tegenwoordige tijd. Veel schaamte en weinig vertrouwen en wordt ook weinig aangifte gedaan. 2 op de 10 mensen doet helemaal geen aangifte. Dus dat is wel super vervelend, schadelijk. Dus een grote awareness bij de politie Oost-Nederland om een actiedag te organiseren, waarbij ze streven naar 100 activiteiten met allerlei partners. Nou,
Wij werden ook benaderd, Rijnbreek, als een van die partners. En ik moet eventjes schakelen tussen een ander dingetje. Klak, 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 klak. Ja. Dus door samen de handen ineen te slaan, hebben wij ook weer met andere organisaties in Overijssel en Gelderland en ook met de bibliotheek in Overijssel en Gelderland samen vormgeven aan bewustwording over digitale criminaliteit. Om die te vergroten, maar ook het slachtofferschap te voorkomen of in ieder geval te verminderen. Met als uitgangspunt, wij vinden dat digitale criminaliteit moet stoppen. Nou, bijna alle bibliotheekorganisaties uit ons bibliotheeknetwerk hebben actief deelgenomen aan deze actiedag. En ook heel veel andere partijen zoals Bureau Halt, de Rabobank, de Regiobank, Saxion en vooral heel erg veel politiebasisteams. Het doel was totale bewustwording bij alle partners en doelgroepen. En de doelgroep waarvan de bibliotheek zich specifiek op richtte, minder digitaal vaardige volwassenen. Dat is één van de drie doelgroepen met verhoogd slachtofferschap. Want naast die doelgroep is ook nog een andere doelgroep jongeren, die ook al eerder wel te sprake kwam, en ook het MKB. De doelstelling sloot naadloos aan bij de ambities van Rijnbreek en de bibliotheken. Cybercriminaliteit is namelijk een maatschappelijk probleem. Dus wat hebben we gedaan? We zijn in contact gekomen met politie Oost-Nederland. Zij waren de initiatiefnemers nogmaals. En we hebben zo snel mogelijk de bibliotheek geïnformeerd en de gelegenheid gegeven laagdrempelig in te stappen. Eigenlijk zoals we nu ook wel met elkaar in dit online webinar zitten. Informatie delen. Oké, welke actie is er? En vooral, wat kun jij dan doen? In ons werkgebied, en in heel veel werkgebieden, zijn bibliotheken autonome organisaties. Nou, net als jullie. En je wil dus passend bij de lokale context en mogelijkheden een programmering natuurlijk ontwikkelen. Met betrekking tot cyberweerbaarheid. De aanpak zit echt in de kracht van samenwerken, doen wat je kunt en vanuit gezamenlijke ambitie realiseren. Dat doe je regionaal, dat doe je ook lokaal in die driehoek van gemeente, bibliotheek en in dit geval de politie. In ons netwerk werkt een aantal bibliotheken al intensief samen met de politie. En deze inzichten werden ook gedeeld. En zo vertelde een projectleider uit Twente dat het uitnodigen van een wijkagent tijdens een digitale training echt voor zorgt dat mensen terecht kunnen met hun verhaal, naar elkaar luisteren en op praktische punten verder kunnen. Ook gaf ze aan, en dat is ook wel belangrijk voor bibliotheken, dat de bijeenkomst gewoon bommetje vol zat omdat de wijkagent of de politie aanwezig was. Nou, terug naar de actiedag. Er werden preventieve workshops en lezingen en gesprekken georganiseerd. Door bibliotheken, ook door onszelf, want ja, wij deden ook mee. Dus bij ons intern hebben ook allerlei mensen een training gevolgd. En door de politie werden wijkagenten van verschillende basisteams gekoppeld aan lokale bibliotheken, zodat zij gezamenlijk in een programmering konden werken. En zodat ook de ervaring en de expertise van de politie meegenomen kon worden in verschillende uitingen en in gesprekken met mensen. Nou, 's avonds was er een bijeenkomst en het was allemaal 2 april, dat heb ik natuurlijk nog niet gezegd, maar dat stond in het filmpje. 'S avonds was er een bijeenkomst voor MKB'ers in het PEC-stadion. Verschillende interessante lezingen werden daar gehouden van ethisch hackers, maar ook de journalist Daniel Verlaan, die natuurlijk een heel tof boek heeft geschreven. En een wijk- of een politieagent die een snel cursus deed over cyberveiligheid, fraude en andere vormen van cybercriminaliteit. Waarbij een groot gedeelte van de deelnemers zich niet bewust was van bijvoorbeeld die multifactor autorisatie. Nou, je denkt, MKB'ers, dat moet toch tussen de oren zitten? Nee, dat is toch nog steeds wel best wel lastig. Maar ook bijvoorbeeld de wachtwoordchecker op jouw mobiel. En de inhoudelijke categorieën die Colin en Joyce net ook noemden, die kwamen ook continu wel terug op die dag. Nou, en ik zal afronden, Stephanie, want ja, ik zie jou verschijnen. Ja, we moeten langzaam naar de afronding. Je ziet mij opeens. Ja. Ja. Nou, dus concreet kwamen we er ook achter dat er al heel veel materialen en programma's beschikbaar zijn, wat net ook al wel genoemd werd. Hè, er is een interactieve film en bordspellen van CCV, daar is veel gebruik van gemaakt. Een praatplaat of een digisnapje van Digisterke, verschillende e-learnings,
Good Habits. En lezingen die werden aangeboden vanuit verschillende auteurs of instellingen. Die met specifieke kennis, omdat ze graag wilden bijdragen. Dus het kwam eigenlijk allemaal op ons af. Maar ook bureau HALF, die organiseert natuurlijk al voorlichtingsbijeenkomsten. Laten ze naar de bibliotheek komen, doen ze graag. Daar organiseren ze het dan. Maar ook heel simpel, een leesclub die natuurlijk een boek centraal stelt. En aan de hand daarvan rondom dit onderwerp in gesprek gaat. Dus mijn oproep, en dat is dus mijn eind... Kom ook in actie, want dit vraagstuk moeten we echt gezamenlijk aanpakken. Het is echt veel groter dan je denkt. En door samen te werken kunnen we succesvol zijn. En de komende tijd blijven wij in ieder geval actief samenwerken met de partners en met de politie Oost-Nederland. Om concrete en laagdrempelige initiatieven een stap verder te brengen. Hartstikke bedankt, ja. Carola. Want je maakt een fantastisch brugje naar mijne. Want dit was natuurlijk een inspirerend verhaal met... En Marjolein start ondertussen het volgende programma onderdeel op. Dus dit was een inspirerend verhaal. Zo kregen wij dit verhaal te horen. En vanuit Rijnbrink ook alle het draaiboek aangereikt. Al die initiatieven, de dingen die zij verzameld hadden. Inmiddels zijn we zelf ook met alle ingekochte leermaterialen gaan vragen. Wat zit er al in op cyberweerbaarheid? Wat zou je kunnen gebruiken als je iets gaat programmeren? We hebben al voorbeelden van sprekers. Nou... En dat alles heeft geleid dat we nu voor jullie al een concept inspiratiegids hebben. Waarvan we na vandaag met elkaar een definitieve gids willen maken voor naar het najaar. Sommigen van jullie zullen de AI-inspiratiegids kennen. Dat is een beetje het voorbeeld zoals we dat hebben bedacht. Dus we gaan alle goede voorbeelden van de tool cyberweerbaarheid van het CCV. Tot de voorbeelden die we vanuit Oost-Nederland kregen voor de actiedag. Waar Rijnbrink bij betrokken was. En nog veel meer wat we al verzameld hebben. Staat deels al in de conceptgids die we nu met jullie verspreiden. En we willen er eigenlijk met elkaar een gids van gaan maken. Daar hebben we een formulier voor ontwikkeld. Waar iedereen zijn goede voorbeelden aan ons kan aanreiken. Zodat we die ook kunnen verwerken. Dus we hebben de gids voor jullie. Je kan ermee werken. En we gaan het aanvullen met nog veel meer mooie voorbeelden. Dat was mijn oproepje. En dan geef ik hem over aan Marjolein. En daarmee zijn we ook aan het einde van dit webinar gekomen. Heel fijn dat jullie zo meedenken. Nou, we hebben al aangegeven dat er via allerlei kanalen nog vragen en opmerkingen en informatie gedeeld met ons kunnen worden. Wij zullen onze informatie ook met jullie delen. Neem contact met ons op als dat nodig is. We gaan ervan uit dat we volgende week al die informatie van vandaag bij elkaar gebundeld hebben. Dat we de online opname ook met jullie kunnen delen. Zodat jullie eventueel weer met collega's kunt delen. Want daar kan ook best wel eens behoefte aan zijn. En dan gaan we eens kijken hoe we met elkaar weer een stap verder hierin kunnen maken, Stephanie. Ja, en dan de open vraag om in de chat nog wel aan ons mee te geven wat je hiervan gevonden hebt. En of dit een vorm was die jullie ook goed bevallen is. Want wij vonden dat best spannend om zo te doen. Ook wij hadden het tijdprobleem natuurlijk. Dus voor iedereen, laat ook nog aan ons weten wat je hiervan gevonden hebt. Dank in ieder geval voor alle aandacht en betrokkenheid voor nu al. En we gaan met elkaar hiermee verder, denk ik. Ja, veel dank aan onze sprekers ook en aan al jullie, de deelname van iedereen. En we zien elkaar hopelijk weer op een volgende.